kan Your Natural Dash je bieden? Ik gaf er al aan, verschillende workshops waar je voor kunt aanmelden. Ga daarvoor naar mijn website, wat zo meteen hieronder in beeld verschijnt. En dan kun je gewoon zien wat voor workshops of trainingen er gegeven worden. Daarnaast is het mogelijk om je aan te melden voor coaching. 1-op-1 coaching, als je met vragen zit, als je aan jezelf wil werken, als je toe bent aan verandering. Want het allerbelangrijkste is als je zegt van, hey, ik wil dit niet langer. En je maakt de keuze dat je wil veranderen. Dan zul je er ook aan moeten werken om te veranderen. Want er verandert niets als er niets verandert. Het klinkt heel erg cliché, maar het is iets wat heel belangrijk is om te weten. En vaak maak je neem je in je hoofd het besluit van, hey, dit wil ik niet meer. Er moet toch iets meer zijn. Ik kan toch meer. Maar je weet niet hoe je dat moet doen, want er ontstaat eigenlijk een soort, alsof je in een vacuüm terechtkomt. Alsof je verlamd wordt en niet verder kan. En dan is het nodig om een personal coach te hebben die je helpt om weer de weg naar jezelf terug te vinden. En die je helpt bij het maken van je keuzes. En daar ben ik dan voor. Dat noem ik dan een 1-op-1 coaching waar je voor kunt aanmelden. Ik heb nog een andere training die ik ook heel erg belangrijk vind. Je hebt heel veel mensen die ideeën hebben, die dromen hebben, die iets voor zichzelf willen beginnen. Of eigenlijk niet eens denken aan iets voor zichzelf beginnen. Maar als ze de kans krijgen om goed de dingetjes op een rijtje te zetten, tot de ontdekking komen dat ze toe zijn aan een andere stap in hun leven. Nou, ik noem dat eigenlijk een beetje Pimp My Business. Of eigenlijk Pimp My Business ID. Daar gaan we gewoon een gesprek voeren met elkaar. Waarbij we dus gaan kijken van wat je kan, wat je wil, wat je idee is, waarom je dat idee wil. En dat je ook in staat bent om in een elevator pitch in 1, 2 of 3 minuten op een kernachtige manier je idee te verkopen aan een ander. Want alles valt en staat met het op een goede manier verkopen van je idee. Zodat een investeerder of een bank of een organisatie die je verder zou moeten helpen om je idee uit te werken, dat die in één klap met je meegaan in die droom, in het idee en klaar willen staan om je daarbij te helpen. En dat is wat ook een onderdeel is van die coachingsactiviteiten die ik geef. Dus wil je getraind worden? Wil je werken aan een stukje zelfverbetering, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei, vergroten zelfvertrouwen, je zelfrespect? Wil je leren om er goed uit te zien, jezelf goed te verzorgen, je goed te voelen, een betere houding te krijgen waardoor je een smashing indruk maakt als je ergens binnenkomt dat mensen echt zeggen van, hey, wie is die vrouw? Wie is die man? Ik wil in haar zone zijn. Ik wil in haar space zijn. Ik wil die energie voelen. Nou, dan ben je gewoon geaard en dan ben je ook aanwezig. En dat is de bijdrage die Your Natural Best te bieden heeft. Binnenkort vinden er trainingen plaats via webinar. Wil je precies weten wat webinar betekent? Dan adviseer ik je om te gaan naar www.webdocent.com. Daarin vind je alle informatie hierover. Het mooie van webinar is, waar ik mijn workshops ga verzorgen, is dat het een online workshop is. Dat betekent dat je niet de deur uit hoeft. Je bespaart daardoor reistijd. Je bespaart daardoor kosten. En je kunt in je eigen veilige omgeving kun je de training volgen achter je computer. En achter je computer betekent dat je nodig hebt een koptelefoon. Het liefst een USB koptelefoon, een headset. Zodat je de training kan volgen. Je kunt via een chatprogramma kun je reageren op de informatie. En daarnaast bestaat de mogelijkheid om gewoon te spreken en vragen te stellen die dan beantwoord worden. Ik heb heel veel te geven en ik wil ook heel veel delen over de trainingen die ik geef. Maar ik heb ontdekt dat voor veel mensen er soms toch een drempel is om zich ergens aan te melden. Om in een groep te zitten. En daardoor bijvoorbeeld bepaalde informatie over zichzelf te delen. Dat snap ik, maar door een training te volgen via webinar wordt daardoor dus ook die drempel verlaagd.
Omdat je, je bent eigenlijk anoniem. En tegelijkertijd is het minder eng om je daarbij kwetsbaar op te stellen. De trainingen waar je voor opgeeft, die worden tijdig aangekondigd via de webdocent. Je krijgt de mogelijkheid om je aan te melden. Er zijn ook kosten aan verbonden, maar dat zie je dan ook per training wat de kosten zijn. Maar als je daarbij dus in afweging neemt wat ik net al gezegd heb van geen reistijden, geen extra kosten omdat je naar een bepaalde locatie toe moet, dan is het absoluut de moeite waard om deze vorm van trainingen, wat heel uniek is en heel origineel, om daar gebruik van te maken en op die manier vanuit een veilige thuissituatie de kennis over jezelf, om dat te gaan vergroten. Er zullen verschillende thema's behandeld worden. Ik heb het nu over, in eerste instantie zullen de trainingen zich richten op die zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling, vergrote zelfvertrouwen en eigenwaarde. Maar er zullen ook trainingen zijn die gaan over time management. En dan niet de standaard manier van time management, maar ook time management gekoppeld aan je manier van communiceren, hoe je over jezelf denkt. Want als je ook weer niet lekker in je vel zit, als je een laag zelfbeeld hebt, is het ook bepalend naar de manier toe waarop jij je time management doet.